Er is een VN-verdrag voor de rechten van de mens met een beperking. En het VN-verdrag is 14 juli jongsleden is die ingegaan. En dat houdt in hele grote lijnen in dat alle publieke ruimtes eraan moeten werken dat ze toegankelijk worden. Voor de mensen met een beperking en ouderen. En dan praat je over 2,3 miljoen Nederlanders die het aangaan. Mooi, dankjewel. Ja, kunt u voor mij eruit halen? Tuurlijk kan ik dat. Vakantie is gewoon geweldig. Het is gewoon hartstikke leuk. Het is gewoon leuk om weg te gaan. Spontaan de hot op gaan, dat lukt niet altijd. Dat is jammer. Nee, je moet het even meer organiseren. Ja, dat is ook afhankelijk van je handicap of van je beperking, wat je moet organiseren. En naar aanleiding van foto's en informatie op de website, neem je contact op met het hotel. Vraag je gewoon nog meer informatie die voor jou belangrijk is, want het is eigenlijk heel erg persoonlijk. En dan vraag je gewoon naar de mogelijkheden. Het gaat om de fysieke toegankelijkheid, dus hoe toegankelijk is jouw accommodatie, zijn er geen drempels, et cetera. Het gaat om de sociale toegankelijkheid, dus in hoeverre is het personeel goed in staat om te gaan met mensen met een beperking. En het gaat om de informatievoorziening, waarbij het belangrijk is dat met name op de website je laat zien dat je accommodatie toegankelijk is en wat je wel of niet te bieden hebt. Nou ja, het is nu ingegaan, dus eigenlijk vanaf nu. Maar dat geldt voor gemeentes, maar je hebt natuurlijk ook hotels. En die moeten nu al eraan voldoen. Het is mij compleet onbekend. Ik zou ook niet weten hoe ik het had moeten horen, want je is ook aangesloten bijvoorbeeld bij de Koninklijke Horeca Nederland, maar daar heb ik ook niks gelezen of in een nieuwsbrief of iets dergelijks. Geen idee hoe ik het zou moeten weten. Als je ziet wat er tot nu toe is gepubliceerd, is dat nog heel erg weinig. Dus je kan best zeggen dat bijna niemand het nog weet. Uit onderzoek blijkt dat 9% van de horecaondernemingen op dit moment goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Echt perfect uitzicht, super. Echt heel mooi. De gordijnen, ja, die kan ik dat niet zelf dicht doen. Als ik alleen zou zijn, had ik dat bed eruit laten halen en dan kan het. Dan heb je alle ruimte. Nou, dan red je jezelf. De dingen die ik zelf kan, doe ik ook zelf. Ja, als ik hulp nodig heb, vraag ik. Mensen helpen je altijd. Nee, is niet leuk, maar je wilt wel naar buiten. Je wilt meedoen aan de maatschappij. Je wilt onderdeel zijn van de maatschappij. Dan heb je af en toe hulp nodig. En dan moet je het gewoon vragen. We hebben 9 kamers die aangepast zijn voor minder valide. Dus dat zijn er wel een boel. Dan geven we aan dat de kamer aan zich een standaard inrichting is, maar dat de badkamer extra hulpmiddelen heeft en ook een beveiligingslijn. Dus dat we op die manier de aanpassingen hebben. Als je kijkt naar omliggende landen, doen wij het nog niet zo goed. Als je kijkt naar Duitsland, als je kijkt naar Engeland, als je kijkt naar Amerika, die zijn al veel verder dan Nederland. Nederland is ook een van de Europese landen die nu pas het verdrag geratificeerd heeft. Terwijl er 10 jaar geleden al over is gesproken om dat VN het verdrag ter uitvoering te brengen. Nou, en heel veel andere Europese landen hebben het al voor elkaar. Hij gaat vrij zwaar. En hij valt uit zich. Zelf valt hij dicht. Dus lukt niet. De deuren van de hotelkamers die zijn ontzettend zwaar. In verband met bepaalde regels voor de brandweer, brandveiligheid. Dus dat is wel iets waar wij dan een kleine dienstverlening moeten geven. En doen we met liefde om dan de deur te openen. Maar dat is natuurlijk wel lastig voor mensen die in een rolstoel zitten. Ik begrijp wel dat mensen soms daar zo tegenop zien. Dat ze denken van nou, dan blijf ik liever thuis. Hoe jammer ik dat ook vind, maar ik begrijp het wel. Ja. Waar de grootste winst in te behalen zit, is met name juist de gastvrijheid. Hoe ga je nou met mensen om met een beperking? We weten allemaal de voorbeelden dat als je met je partner bent en één zit in een rolstoel, dat iedereen op ooghoogte kijkt naar degene die niet in een rolstoel zit. En daar moeten we vanaf. Ik vind het uitzicht gigantisch mooi. Ik vind de vloer mooi. Ik vind het prachtig dat ze heel veel dingen voor je willen regelen. Ik vind het fijn om te horen dat mevrouw redelijk tevreden is en redelijk zelfstandig hier in het bedrijf rond kan bewegen. Maar ja, tips en tricks zijn natuurlijk altijd handig en te kijken van wat zijn dingen die we kunnen aanpassen. Uit onderzoek is wel gebleken dat als je dat voor elkaar hebt, dat je bezettingsgraad gaat stijgen. En dat je omzet dus ook gaat stijgen. Vakantiegaan is gewoon een feestje. Maar het feestje begint als je op de bestemming bent en je ziet dat alles er is. Dan begint het feestje.